Meike van Wijk met Meikersmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Vrijdag 26 april, Meikersmiddag Live, wederom vanuit het Compagnie Theater in Amsterdam, vlakbij de Nieuwe Markt, waar we de komende 4 weken trouwens ook nog zitten. En waar jij van harte welkom bent, met een geweldige line-up. We begonnen met het trio van pianist Neil Cowley. Iedereen op de hele wereld kent deze man. Hij heeft namelijk de toetsenpartijen ingespeeld van de 2 beroemde platen van Adele. Maar zijn eigen jazzband is door de BBC uitgeroepen tot beste jazzband van 2013. I've sacrificed doing really boring stuff in order to do the most enjoyable band I've ever been in my life, and that's this one. And what's the boring stuff? Sessions, you know, things that a musician can end up doing. I think to survive as a musician, you have to wear many hats. You sometimes have to make TV music or session work, and I tend to do very, very small amounts of those, and this band luckily, somehow, magically makes fills my life with stuff. Mm. Did you consider Adele when you started with it as session work? Yeah, absolutely. I was called in on a Friday afternoon by a producer, a friend of mine, who said, I've got this new girl, she's about to record her for her first day. This is back in 2007. She's got a keyboard player, but he's decided to keep his job at the supermarket because he doesn't think the band's going anywhere. So I said, oh, okay, I'll come in on Monday. And they set me up on one side of the room. They set her up on the other side of the room. We did Hometown Glory, did it in one take, and it was the rest was history, really. Veelgevraagd trompetist Gerard Klein, die was een paar weken geleden ook nog in dit programma als een van de oprichters van het Class Ensemble. Maar vandaag was hij met zijn nieuwe band, ook Gerard Klein Goes Electronic, dames en heren. Dit is zijn nieuwe band, Gerard Klein's Livewire. Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in die 80e jaren met heel veel Miles Davis, met zijn elektrische bands. En daar luister ik ook graag naar. En zelfs al in de 70e jaren. Maar toen was ik nog te jong. Maar, dus ik heb altijd affiniteit mee gehad. En ja, het verruimt ook gewoon je mogelijkheden qua geluid. Trompet is wel trompet. En dit is weer geeft andere dingen mogelijkheden. En deze man die komt uit Finland, maar heeft heel lang in Amsterdam gestudeerd aan het conservatorium. En hij was er vandaag toevallig en kwam bij ons spelen. Dat vonden wij helemaal te gek. Timo Lassi. Timo Lassi, for me, means dancing. You make really danceable jazz. Yeah, I like to bring like
happy feelings to the audience, like I, and express myself this way. And yeah, it's of course it's nice to see if somebody's dancing and feeling the rhythm what we are doing. And